Een hele goede spannende avond, dames en heren. Ja, goeiedag. welkom bij deze Halloween podcast. Ik ben Robin en samen ben ik hier met Stefan en Jael. Hallo. Laat je horen. Ik hou helemaal niet van Halloween. Daarom hebben we jou hier speciaal meegenomen. Oh, that sounds great. Maar dan ben je bang voor spoken, Jael? Nee. Nou, dan wel. Waarom hou je er niet van dan? Ja, hoe kan ik dat zeggen als ik er nog nooit in heb gezien? Precies. Dus vanavond zie je ze misschien. Ja, de sfeer zit er meteen goed in, jongens. Dus misschien zie je ze vanavond wel. We gaan het zien. Maar het is toch helemaal geen Halloween? Jawel. Het is 31 oktober vandaag. Nee, het is 21. Oh, ja, het is 31 oktober, ja zeker. Het is 31 oktober. Oktober, wat is dat? We filmen dit precies op 31 oktober, ja. November, wat? Het is volgende maand. Jongens, stop. Dus. We hebben een heel leuk idee. We hebben allemaal een verhaal uitgekozen. Yep. Van internet. Robin heeft ze uitgekozen. Ik heb ze uitgekozen en vertaald. Dus het gaat nog leuk worden. En ik heb mij in de bewerking. Ik heb die van mij ook bewerkt. Moest ook wel. Dus dat zul je daar horen. En dan als die Robin verhaal is ontzettend slecht. Dus het is een verhaal van internet origineel gemaakt. Ja, het is niet aan ons. Nee, het zijn drie spannende, enge verhalen. En die gaan wij voorlezen. Aan het einde, dan mogen jullie kiezen wie het spannendste verhaal heeft. Wie het spannendste verhaal heeft en wie het het beste heeft verteld. Ja, laat gewoon zien in de comments. Ja. Ja, je weet dat ik iets van 5 YouTube-accounts heb, hè? Ja, maar dat kan niks tegenop tegen die 25.000 andere mensen. Dus dat maakt toch niks uit. Ja, we hebben zoveel subscribers natuurlijk. Ja. Dus laten we beginnen, zou ik zeggen. Jael wil graag beginnen. Jael gaat beginnen met zijn spannende verhaal. Ja. Dus laat maar horen. Oké, dit is Robin heeft het wel uitgekozen. Ik heb natuurlijk zelf ontzettend veel verhalen geschreven. Maar deze is echt, dit heb ik echt zelf meegemaakt. Ja? Ja. Oké. Oké, dus dit gebeurde tijdens mijn werk in Nederland. Ik ben nu 29. Ik vind het zo grappig als jij dat zegt. Oké, ga maar door. Nee, dit is niet mijn eigen. Het is dus een jongen in Nederland. Ja, waar komt het van vandaan? 29. Jij weet dat. Jij hebt het verhaal uitgekozen. Ja, maar ik weet... Is het dat was al een maand geleden, weet je. Is het gebaseerd op een echt verhaal? Of het echt gebeurt? Als het goed is wel. Oh. Ja, het is van een echt verhaal gebaseerd. Okay. Never trust the internet. But, ja, inderdaad. Altijd heb Jongens, we moeten het wel een beetje spannend maken. Hè? Dus het is echt gebeurd. Oké. Robin. Ja. Zet die spooky muziek in. Oké. Nou. Ik ben nu 29 en dit verhaal gebeurde ongeveer 10 jaar geleden. Ik was toen werkloos en vond een baantje als een bewaker in een kantoorgebouw. Dit kantoorgebouw zat in het bos ver weg van wegen Wacht en even. Is nogal afgezonderd. Wacht even. Je was 19 en 10 jaar geleden? Nee, hij was 29. Oh ja, sorry. Oh ja, dat was ik even vergeten. Sorry. Spooky muziek. Oké, gaan we door. De persoon die voor mij het baantje had, had een ongeluk gehad en was overal onder zijn buik verlamd. Niemand was verder geïnteresseerd in het baantje, aangezien het in nachtdienst was en het gebouw zo groot is dat het gewoon ongelooflijk saai was. Maar hey, een baan is een baan. Toen ik begon, werkte ik voor een week samen met een opzichter en hij vertelde mij wat ik moest doen. In dit geval gaat het over mijn eerste nacht dat ik alleen werkte. Ik loste mijn collega af rond 9 uur 's avonds. Hij vertelde mij dat er nog steeds mensen in het gebouw waren. 9 uur 's avonds mensen nog in het gebouw? Ja, dat... Ja. Jongen, no-lifers. Gewoon ambitie, noem je dat, Robin. Ja, dat heb ik dus niet. Oké, ga maar. Voordat ik naar de 15e verdieping ging, zette ik de hoofdingang op slot. Op een manier waardoor je alleen naar buiten kon. Dus niemand kon van buitenaf naar binnen komen. Nadat ik hiermee klaar was, ging ik naar de 15e verdieping, waar de mensen werkten. Ik vroeg ze of ze nog ergens anders in het gebouw moesten zijn, anders kon ik de rest alvast sluiten. Dit was niet het geval, dus ik maakte mijn ronde en vond niets bijzonders. Rond 11 uur ging ik terug naar de receptie. De laatste mensen die nog aan het werk waren, gingen net weg. Een gast vertelde mij dat hij de laatste was en hij wenste mij een fijne avond. Toen ze allemaal weg waren, ging ik terug naar de 15e verdieping, checkte alle kantoren en zette het op slot.
Ik ging terug naar de receptie en aangezien er geen mensen meer waren, zette ik het alarmsysteem aan. Het alarm werkte op bewegingsdetectie, of als je de nooduitgang opent op elke verdieping behalve op de begaande grond waar ik nu zat. Binnen 5 minuten nadat ik het alarm had aangezet, ging het af op verdieping 10 en er was verder niemand in het gebouw. De wind? Oeh, dat is ook best eng, hè? Misschien. Dat je gewoon weet dat je in je eentje in zo'n freaking groot gebouw. Dan moet je gewoon denken, het was de wind, maar. Dat was de wind. In het bos, een gebouw, een kantoorgebouw in het bos, ik bedoel. Hoe doet dat nou? Ja, dat gebeurt toch dagelijks? Kantoorgebouwen. De regel geldt dat als het alarm afgaat, je het eerst. Je eerst moet je dan het beveiligings. Beveiligingsnummer. Wachtwoord. Ah, ja. Dus waarvan... Met een telefoon. Ja. Oh, oké. Okay. Ja? Oh, niet met de fax. Nee. Met de fax. Oké. Okay. Voordat je op onderzoek uitgaat, ik zei... Voordat je op onderzoek uitgaat. Rustig aan. Je hebt al het heet. Oké. Okay. Ik zei dat ik zo keek. Niet alle tijd. Wat er was. En ze terug zouden bellen wanneer ik klaar was. Als ik niet terugbouwde, zouden ze de politie sturen voor de veiligheid. Tja, het kan heel gevaarlijk worden. Ik doorzocht de hele verdieping en vond niets. Ik belde het beveiligingsbedrijf om te vertellen dat het een vals alarm was. En ik maak geen grapje als ik zeg dat het alarm nog 7 keer afging in 1 uur. En elke keer dat ik de verdieping checkte, vond ik niks bijzonders. Zit er ergens een error in of zo? Een storing? Error 404, nobody found. Sinds dit mijn eerste keer alleen was en het alarm zo vaak afging, dacht ik dat het beveiligingsbedrijf dat ik het verkeerd deed aan het werk. En ze wilde een klacht indienen. Naar mijn baas, wat zou leiden dat ik mijn baan zou verliezen na 1 week. Mm-hmm. Ja, heftig wordt het, jongens. Voelen jullie al een beetje de spanning? Ja, nou, alleen in een kantoor in het bos, ja. Ja, dat begint iets te komen, hoor. Oké, hij beseft nu wat, hè. Nu ik eraan terugdenk, want ja, dat is weer 10 jaar later. Nu hij eraan terugdenkt, het volgende wat hij deed, was het stomste wat hij ooit had kunnen doen. Het alarm ging weer af. Die man. Ik zal het weer even van een vrouw, ik weet het eigenlijk niet. Ik zal het vanaf die persoon weer vertellen. Ja. Mm-hmm. En ik wilde het bedrijf niet nog eens bellen voor niets. Ik ging weer terug naar de 10e verdieping, zonder dat het beveiligingsbedrijf ingelicht was. Het enige dat ik bij me had, was een zaklamp, omdat de bewakers hier in Nederland geen pistool mogen dragen. Ik checkte de verdieping weer en vond er niets. Het enige verschil is dat ik deed alsof ik wegging, de lichten uitdeed en op die verdieping bleef luisteren of ik iemand kon horen. Binnen 5 minuten hoorde ik iets of iemand bewegen. Shit. Ik was opgelucht, maar vol spanning tegelijkertijd. Opgelucht dat ik niet verkeerd zat en dat toch iets op deze verdieping was. Vol spanning. Ik zit nu echt om me heen te kijken. Wat was er op de verdieping? Ik deed het licht aan en zei met een zo zwaar mogelijke stem. Ik weet dat er iemand hier is. Kom tevoorschijn. Zoals je waarschijnlijk al had gedacht. Geen antwoord. Dus domme ik ging niet naar beneden om hulp te halen, maar domme ik ging uitzoeken wat er op de 10e verdieping was. Ik liep naar het kantoor waar ik het geluid hoorde en deed de lichten aan. Ik vond een klein meisje. Ze was niet ouder dan 13, met lang bruin haar, een wit pyjama en ze zat schommelend op een bureau. Ja, ik zou weggaan. Ik zou nu, ik denk van, alright, I got enough. I did not sign up for this shit. I'm out. Ja, het lijkt een horrorfilm, ja. Ze keek mij recht aan. Het enige was dat het eng was dat er geen emotie in haar gezicht of ogen te zien was. Na bijna in mijn broek te schijten, dit heeft Robin geschreven, nam ik haar bij de hand en bracht haar naar de receptie. Ik vroeg of ze een cola wilde, maar ze reageerde totaal niet. Het enige dat ik kon doen was mijn opzichter bellen en vertellen wat er was gebeurd. Hij antwoordde met, blijf daar. Ik kom er zo aan. In de tijd dat ik mijn opzichter had gebeld en hij zou komen, kreeg ik een gevoel in mijn maag dat er echt iets mis was met het meisje. Voordat mijn opzichter was, belde hij me nog een keer en hij zei dat ik het gekkenhuis dat redelijk dichtbij lag moest bellen. Gewoon even om te checken of iemand miste. Waar was er een klein meisje in het kantoorgebouw? Zonder huizen in de buurt. Dus ik belde het gekkenhuis met de vraag of ze iemand miste. Ik kreeg het engste antwoord dat je maar kunt krijgen. Ze zeiden... Ja, we missen inderdaad iemand. Ik gaf je een beschrijving van het meisje. Het was het meisje die vermist was van het gekkenhuis. Ze zeiden dat ze erg gevaarlijk was en dat ik goed moest uitkijken. Ze zouden per direct mensen sturen om het meisje mee te nemen.
Een week later vertelde mijn opzichter het verhaal van het kleine meisje, omdat hij met de mensen van het gekhuis had gesproken. Het bleek dat het kleine meisje haar vader, moeder en kleinere broertje had vermoord in hun slaap toen ze 11 was. Zelfs in het gekhuis verwonden ze medewerkers door ze te steken met een pen of een stukje van iemands oor af te bijten. Tot op deze dag weten wij nog steeds niet hoe ze binnen was gekomen. We checkten alle camera's en er was niets op tape te zien hoe ze ooit naar binnen was gekomen. Holy shit. Shit, die was eng, joh. Ik heb hem zelf geschreven, of vertaald, maar dat was al een maand geleden. En ik ben nog steeds krijg ik kriebels. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel echt een goed verhaal. Ja? Goed verteld ook. Applaus. Oh, ik kom echt niet uit mijn woorden, jong. Er stonden nog een paar foto's in. Ook. Nee, maar dat maakt niet uit. Dan lees je zo overheen. Als je eenmaal in het verhaal zit, dan maakt het niet uit. Nee, juist niet. Wat? Oh, maar daar ga ik zelf ook de foto. Shit, man. Oké. Dit was wel eng. Ja, zou dat echt zijn, jongens? Zou dat echt zijn? Kan toch niet? Ik bedoel, een gekkenhuis. Een gekkenhuis in het bos? Ja, nee. Bij een kantoorgebouw in het bos? Ja. Een klein meisje van 13 in een gekkenhuis. Nee, dat is niet waar, hè, jongens. Dit kan toch nou, niet? Nou, kijk, een klein meisje van 13 in een gekkenhuis. Volgens mij kan dat toch niet, of wel? Kindergekkenhuis, I guess. Of ja, je hebt verschillende afdelingen, zoals het goed is. Maar je zei hè, je kreeg het engste antwoord wat er is. Maar het was enger geweest als ze zeiden nee. Nee, juist wel. Want het is een gekkenhuis. En als iemand zou zijn vermist, dan zou dat gek zijn. Ja, maar stel, ze was niet uit het gekkenhuis. Waar kwam ze dan vandaan? Ja, wat was het dan? Holy shit, ja. Heb je daar al zo over nagedacht? Wat heb ik dan in mijn handen genomen? Wat heb ik dan? En dan stel je bel me en je keek om en ze was er eens niet meer. Oh my god. Ja. Oh my god. Weet je wat ik dan had gedaan? Nou. 1-2 gebeld. 1-2 gebeld. Nou, kunnen jullie me even ophalen? Ik zit hier alleen. Ik heb geen licht. Ja, ik zit hier in mijn kantoor. Ik zag een klein meisje. In wit. Het is ook gewoon echt precies gewoon klein meisje. Donkerbruin haar. Witte pyjama. Ja, dag. Inderdaad. Geen emotie in haar ogen. Dat had ik echt niet. Lang bruin haar. Ik had het niet meegenomen, hoor. Ik zweer je. Nee, ik... Aan zijn hand nog wel, hè? Ja. Ja. Wil je misschien cola? Of zijn Limburg. Ja, hey. Of die vent is gewoon echt zo super brave. Of die vent is gewoon echt... Hij weet gewoon echt niet... Hij is gewoon dom. Hij is gewoon dom. Hij is gewoon domme ik. Op dat moment kan je volgens mij echt maar beter dom zijn dan slim. Echt waar. Jongen. Ik kijk je altijd uit het raam wat pikzwart is, weet je wel. Shit, hou op! En dan kijk je naar uit en dan zie je zo'n gezicht van... Ah! Gezicht hey, jongens, hoe oud zijn jullie? Hey, hallo. Ja, 29. Next story! Oké. Nou, volgende verhaal ga ik doen. Nou, ik ben benieuwd. Nou, het begint heel klassiek. Er was eens... er was eens een stelletje. Oh. Ja, dat is eng. Zo, ja. Non-usier. Ik begin hem al eng te vinden. Oké. Er was eens een stelletje die op een date ging. Natuurlijk heel gewoon. Ze wilden ergens heen waar ze alleen waren. Dus reden ze naar een berg wat bekend was als een mooie plek voor jonge stelletjes. Een paar uur later ging de zon onder en gingen ze op weg naar huis. Op een of andere manier hadden ze de verkeerde weg genomen. Ze zaten nu op een weg die ze totaal niet kenden. Het was al laat, dus besloten ze maar gewoon door te rijden over de nauwe weg tot ze bij een tunnel kwamen. Ze waren er zeker van dat ze hier niet de heenweg door waren gekomen. En het was nogal griezelig. Maar... Ja, zo denken. Stop right there and turn around. Nou ja, dus je komt de tunnel in. Of je komt op een weg. Je dacht dat je dezelfde weg terugreed. En ineens kom je een tunnel tegen die je niet hebt gezien. Zou je dat griezelig vinden? Ja. Ik zou wel een ding van, verkeerde weg. Maar goed. Maar ik zei, je bent met je partner, hè, dus het is al minder. Oh ja. Ja, I guess. Maar het was eigenlijk de enige kant die ze op kon. Nou, langzaam reden ze de tunnel in. Bam! Zodra de auto volledig verduisterd was, raakte iets het zijraam aan. Verbaasd keek de vrouw om haar heen en zag helemaal niks. Er was niks te zien. Er waren ook nergens andere auto's te bekennen.
Voor zover zij kon zien, waren ze alleen, helemaal alleen in de tunnel. Haar vriendje begon gas te geven om sneller uit de tunnel te komen. Bam! 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 Het klonk alsof meerdere dingen de auto raakten, vanuit alle richtingen. De man trapte het gaspedaal in, zo ver als hij kon. Ze wilden beide zo snel mogelijk uit de tunnel in de bewoonde wereld. Na wat een eeuwigheid leek te zijn, kwamen ze uit de tunnel. En kort daarna vonden ze het tankstation aan de kant van de weg. De twee stapten uit de auto en voelden opgelucht, onder het verre licht van de lampen. Net toen ze klaar waren om terug de auto in te stappen, merkte de vrouw dat er handdrukken overal op alle ramen zaten. Zo. Dat hadden ze niet eerder gezien? Nee, blijkbaar niet. Oh. Nou, ze waren in verschillende... Even naar de specsavers. Carglass repareert. Carglass fairfuck. We zijn niet gesponsord door Carglass. Carglass specsavers. Okay. Maar goed. Okay. Ze waren in verschillende groottes. En er was nauwelijks een centimeter ruimte op het raam wat niet onder de handafdrukken zat. Geschokt vroegen ze de tankstation medewerker om de ramen even voor hen schoon te maken. De twee gingen in de auto zitten en keken toe terwijl de werknemer de ramen begon te wassen. Terwijl hij aan het poetsen was, voelden de twee een koude rilling over hun rug. Maar toen de tankstation medewerker klaar was, zag hij er verward uit. Hij liep naar het raam en de bestuurder deed het raampje open. En zei, het spijt me, zei hij. Maar de afdrukken zitten aan de binnenkant van de raam. Hoe zou jij je dan voelen, hé? Nieuwe auto. Ik zou meteen de kofferbak checken, hoor. Ik heb altijd die Lexus gewild. Zeg, schatje. Ja, je had toch ook een nieuwe auto gewild? Of van, zeg. We moeten jou nog hiervoor betalen, of? Zeg, die ramen zijn niet... Je mag een auto hebben, alsjeblieft. Oh, shit. Hoe zou jij dan voelen, hè? Als jij een tunnel rijdt en je hoort in één keer allemaal gebonk op je auto? Ja, nee, ik zou helemaal hysterisch. Ja, dan al. En dan kom je buiten en je ziet dat die handdrukken aan de binnenkant van het raam zitten, hè? Oh, ik zou echt die auto niet mee gaan, hoor. Ik weet niet hoe dat... Ga je maar lopen. Ja, oh, dat zou ik nog eerder doen, ja. Benenwagen. Ja. Oh, die shit. Ik zal dan die tankstation medewerker vragen of ze een taxi kunnen sturen of zo. Ja, joh. Zo. Die auto in brand steken, weg ermee. Op YouTube zetten en meteen fire video. Kill it with fire. Kill it with fire. Before it lays eggs, ja. Yeah. Wow. Yeah. Dat was een eng verhaal. Ja, ik vond hem ook eng. Terwijl dat ik hem aan het vertellen was. Hè. Oh, was dat hem al? Ja, dat was hem al. Ja, het is een open einde. Maar de afdrukken zaten aan de binnenkant van de raam. Het was de medewerker. Was hij niet dood of zo? Nee, ja, dat mag ik jezelf invullen. Dat is een open einde, hè? Iedereen is door het einde. Iedereen is door het einde. Maar goed, om verder te gaan. Robin, jouw verhaal. Oké. Okay. Ja, mijn verhaal. Dan ga ik het ook even zo spooky mogelijk proberen te vertellen. Oké. Okay. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Nee. Ik ook niet, maar we beginnen gewoon. Oké. <Okay. coughs> Daar gaan we. Mijn vader begon sinds kort mijn broertje en ik alleen thuis te laten. Ik was toen 14 en mijn broertje 10. Ik was een van die volwassen tieners. Ja, ja. Ik hield ervan om thuis te blijven en mijn huiswerk te doen. In plaats van met vrienden te chillen. Ja, wel. Precies. Ja. Ja, Robin, ik had niks anders van je verwacht. Mijn vader werkte 12 uur per dag. Dus hij was weg van 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Maar op deze avond had hij nachtdienst. En hij maakte zich een beetje zorgen over het feit dat wij alleen thuis waren. Ik verzekerde hem dat het geen probleem was. Ik ging met hem het huis rond om de ramen dicht en op slot te doen. Hij wachtte tot ik de voordeur goed achter hem dicht deed, voordat hij wegging. Wij woonden in zo'n huis zonder verdieping. Dus het voelde een beetje veiliger in de avond, zonder het gevoel dat iemand de trap op komt lopen, zoals je ziet in de films. Ik had de deur van mijn kamer opengelaten, zodat ik mijn broertje kon horen spelen op de Nintendo 64. Zo, ouwe. Rond 10 uur viel hij uiteindelijk in slaap, dan. Ik deed de deur van zijn kamer dicht, toen ik opeens een rare rilling over mijn rug voelde.
Ah, ik nam aan omdat het nu zo stil was. Ik liet het licht in de gang aanstaan, terwijl ik leerde voor de repetitie die ik morgen had. Maar rond middernacht viel ik in slaap. Zo lang duurde. Ik werd wakker door een ellendige droom rond 2:00 s'nachts. Het licht van mijn computerscherm had mij wakker gemaakt. Wat vreemd was. Want normaal gesproken zou de computer na 1 uur zichzelf uitzetten. Ja. Oh wel. Ik moest toch naar de wc, dus ik stond op. Met het slaap nog in mijn ogen liep ik naar de badkamer, zonder er nog bij na te denken. Maar toen ik mijn handen aan het wassen was, zag ik... ja, zag ik in mijn ooghoek iemand langs de badkamer lopen. Ik voelde mijn hart in mijn keel. Maar ik wilde inderdaad niet zo snel tot conclusies trekken. Zo'n hoedje, zou je niet. Ik bedoel, niemand had binnen kunnen komen. Toch? Toch? Hm? Toch? Wat? Of het een broertje was? Nee, ja, ook. Nou ja, ik liep naar uit de badkamer naar de kamer van mijn broertje, wat de deur nu open stond. Hij lag op zijn bed, net zoals ik hem had achtergelaten. Achtergelaten, ook goed. Oh ja, blijf hier, jongen. Ga maar zitten. Ik sloeg op zijn been, waardoor hij verbaasd wakker schrok. Ik zei tegen hem dat hij niet in mijn kamer moest komen en te stoppen 's nachts rond te lopen, want hij maakte me bang. Hij mompelde wat en draaide zich om. Ik deed zijn deur weer dicht en ging weer slapen. Er waren zo nog 3 nachten, met rare gebeurtenissen. Mijn computer maakte me elke nacht om 2 uur 's nachts wakker. Hmm. Maar toen gingen er ook kastjes in de keuken open, of de tv was aan in de woonkamer. En ik begon gefluister te horen. Hij wordt gek. Ik dacht echt dat ik helemaal krankjoren werd. Ik geloofde niet in spoken, dus ik gaf mijn broertje de schuld. De enige logische verklaring. Maar hij beweerde dat hij niks had gedaan. En om het te bewijzen, zou hij die nacht in mijn kamer slapen. Dus die nacht, om 11:00 deden we het licht uit. Ik was helemaal uitgeput van zoveel nachten wakker liggen. Maar ik viel dus snel in slaap. Misschien kwam het omdat er nu iemand in mijn kamer zat. Ook al was het maar mijn broertje. Hij lag op de grond in een slaapzak naast mijn bed. Het was 1 uur later toen ik plotseling wakker schrok. Uit een diepe slaap. Het was mijn broertje. Hij stond rechtop en keek mij recht aan. Hey, misschien moeten we hallo zeggen tegen je vrienden. En vragen of ze binnenkomen lopen. Shit. Ik hoorde tieners buiten lopen. Hoogstwaarschijnlijk op weg naar huis aangezien ze op dezelfde straat woonden. Wat de hel? Nee, ga slapen, zei ik. Maar hij pakte mijn arm. Zijn gezicht was spierwit. Oh, shit. En ik kon aan zijn grote ogen zien dat er iets mis was. Het klinkt als Stefan. Hij is grappig, ik mag hem wel, zei hij. Maar zijn gezichtsuitdrukking veranderde niet. Ik wist dat er iets mis was. Ik ging rechtop zitten en pakte voorzichtig de sleutels naast mijn bed. Stefan, kan maar. Wie hoeft het niet nog even te doen? Ik snap het niet. Wie is Stefan? Hi. Dat ben ik. Ja? Ik snap het niet. Oké. Dus die jongen die zit, haar broertje zit dus boven ze of naast haar bed en zegt van, kom mee, laten we die tieners, die vrienden van jou even naar binnen roepen. Weet je, hij zit spierwit, hè? Ja. Ik wist dat er iets mis was. Maar je zei Stefan in het verhaal van... Ja, dat is... Ik hoorde Stefan. Mag ik ook een keer naar een verhaal voorkomen, Robin? Ja. Ik wil ook beroepd zijn. Maar goed, ik hang aan je lippen, Robin. Kom op verder. Oké, we gaan verder. Ik ging rechtop zitten en pakte voorzichtig mijn sleutels naast mijn bed. Hij knikte naar mij. Ik gaf hem zo stil mogelijk de sleutels en hij liep mijn kamer uit. Mijn hart was letterlijk in mijn keel. Ik wilde me gewoon niet eens voorstellen wat het was dat hem zo bang had gemaakt. Ik maakte me klaar om weg te sprinten. Maar toen mijn voet de grond raakte, voelde ik dat iets mijn enkel greep. De klassieke iets onder je bed. Ik gilde de longen uit mijn lijf, terwijl ik naar mijn broertje rende, die de deur wijd open hield. Ik pakte hem op en hoorde zware voetstappen dichterbij komen. Ik keek niet om. Ik wilde niet. Ik rende het huis uit naar de buren. Niemand volgde ons die nacht. Maar mijn vader kwam terug van werk nadat ik de politie had gebeld. Ze hadden niemand in ons huis gevonden.
Mijn broertje gaf de politie een korte omschrijving van de man die onder mijn bed lag, naar hem zag te staren. Hij had de man maar heel even gezien toen hij zich omdraaide. Daarna deed hij alsof hij sliep, totdat hij de tieners buiten hoorde en dat als excuus gebruikte. Ik kan me de angst die hij gevoeld heeft niet voorstellen. Shit. Hij wil de liefde niet over hebben. Hij slaapt nu met zijn grote Duitse herder aan zijn zij. Oké dan. Holy shit. Oh, die kerel. Ik zou denk ik hetzelfde als je broertje hebben. Ja. Is echt. Ik had mijn ogen gewoon weer omgedraaid, weet je wel. En in mijn achterhoofd en dan gewoon doodstil houden. Totdat er een moment is waardoor ik kan ontsnappen. Ja. Oh, en dan stap je vaag verhaal. Stap je bed uit en dan grijpt je in één keer ietsje... Freaking enkel. Echt er gewoon echt. Jij vond het een vaag verhaal. Ja, maar waarom zei die zo van... Hey, laten we hoi zeggen. Ja, want als ze gewoon zou opzetten van... er zit een man onder je bed. Bam! Nou, de man weet het ook. Weet je wel? Dus nu gebruikt hij het als excuus van... Hey, zullen we je vrienden anders even naar binnen roepen? Weet je wel? Zo, weet je als excuus dat ze een koffer op gebruiken. Snap je dat niet? Oh, jongen. Dat moet toch ook eng zijn? Dan weet je dat er een man onder het bed zit en dan sta je er nog steeds naast. Oh, nou, dan zeg toch gewoon, wat doe jij hier? Het is wel een Limburgse jongens. Dat meisje was 14 en dat broertje was 10. En dan ga je uiteindelijk zo... Hey, wat doe jij daar onder dat bed? Hey, mafkees. Oh, ja. Kom eens onder dat bed vandaan. Hoe komt zo'n man binnen dan? Heeft hij de deur? Heeft hij misschien al die tijd al gelegen? Oh, Stefan. Misschien heeft hij gewoon... Oh, daar verdwenen al mijn zakken chips naartoe. Ja, daarom heeft... Die had verstopt in mijn kast. Daarom zijn dus die kasten misschien open geweest. En heeft hij gewoon telkens de computer aangedaan. Is een of ander stalker geweest van het gekhuis of zo. Hadden ze daar het gekhuis op gebeld? Nee. Oh, maar er zijn wel meerdere van zulke verhalen hoor. Maar wat ook gewoon echt gebeurd is. Wat er ook gewoon video footage van is. Dat iemand gewoon in iemand zijn huis woont voor een maand of zo. Zonder dat hij het door heeft. Wauw. Ja, was er dan in Japan volgens mij. Je gaat mij niet bang maken. Serieus, jawel. Ik ga nu echt mijn bed van onder dicht tippen. Het is 1 oktober. Ik ga mijn bed van onder echt dicht tippen. Inderdaad. Neonverlichting. Ja. Zo. Ah, wat vonden jullie het engste verhaal, jongens? Ja, ik weet niet. Ik vond die bij jou denk ik toch wel het engst. Nee, omdat je kan jezelf er goed in voorstellen, weet je wel? Ja, dat is het denk ik. Shit. Ja, ik vind die van Jel ook nog wel. Ja, zeker. Ik vond het samen straight out of bullshit. Ja, je moet eens voorstellen, je gewoon in je eentje zit je daar. In een freaking groot kantoor. En dan zie je daar zo'n freaking meisje. En ik van, nee. En ik heel ook met zijn goede verstand van, hey, wil je een cola? Ja, nee, dat... Ja, ik hou wel van meisjes, jongens. Zou ik niet zo erg vinden. Ze was niet ouder dan 13. Dat was gewoon een oh ja, grapje. En hij was 19. Wat? Wie laat er dan eigenlijk een 19-jarige... Okay, whatever. Laten we het niet op hebben. En wat vonden jullie van mijn verhaal, trouwens? Ja... Het is ook een... Dat was wel iets minder geloofwaardig natuurlijk. Ja, minder geloofwaardig, weet je? Hey. Ja. Je weet nooit hoe ze... Dat gaat meer in de richting van het spirituele. Maar je weet nooit... Kijk, misschien jouw verhaal was kort. Dat ten eerste. Wat? En kijk, de plot twist was eng. Maar het was gewoon de laatste zin dat eng was, weet je wel. Ja. Echt eng. Ja, maar dat is iets... Je hebt dit een hele verhaal. En aan het einde heb je in één keer van... Fuck. Weet je wel? Ja. Zo'n verhaal is dat. Je luistert gewoon heel aandachtig het verhaal van, oh ja, okay, ja, dat klinkt logisch, oh nee, daar heb ik toch niet, daar denk je toch niet over na, weet je wel, zoiets. Nee, van, ja, het zou toch zo zijn, zo'n verhaal is het. Dus zoals die van ja, Robin klopt. En jou, weet je wel, die zijn gewoon continu gewoon eng. Met een enge plek. Ja. Oh. Dus ja, ging Halloween meer vieren vandaag. Ik hoop dat jullie dit hebben geluisterd in bed.
terwijl alle lichten donker zijn, weet je wel. En waarschijnlijk heb je nu... Al het link, lichten, alle lichten en waarschijnlijk uit. Heb je nu alle lichten weer aan. Zwarte lamp. Gordijntjes open. Oh nee, wacht, het is nacht. Okay, maak je niet veel zin. Kijk nog voor de oude zekerheid van je bed. Zeker, zo. Kijk nog een keer uit je... Vieren jullie echt? Of hebben we het Halloween vieren? Halloween, ja. Nee. Nee, wij ook niet echt. We hebben wel veel pompoenen. Ja. Maar... Uit eigen tuin? De tuin? Mijn moeder maakt altijd pompoensoep. Dat is niet te vreten, maar... Ja. Ja, dat ja, meestal wat ik wel doe met Halloween is gewoon een enge film kijken. Ja? Ik hou daar niet van. Ik kan dat niet tegen. Hey, zullen we anders een keer een enge film Ja, echt kijken? Niet. Stefan kan er ook al niet tegen. Ik kan er wel tegen, maar... Ja, ik weet niet. Ik zie de lol er niet van in. Ja, dat... Ja, ik kan er allebei niet. Ik kan er niet tegen en ik zie er de lol niet van in. Oh, ik vind dat wel maar leuk. Een zombiefilm en zo vind ik wel leuk. Nee, ik vind het helemaal niet. Ja, DayZ en zo. Ja, of World War Z, die was... Ja, veel, sowieso. Dat was echt een... Ik weet niet, ik heb ooit één zombiefilm gezien. Toen was ik 10 of zo. Oh, welke was je nog? Ik heb geen idee. Dawn of the Dead, Day of the Dead, Night ging of the over, Living Dead. Mensen die... Dat was een zombie-apocalypse, of course. Mensen waren nog maar met z'n 10 over. En op een gegeven moment zaten ze vast in een winkelcentrum. Oh, dat is Dawn of the Dead. Maar dat is een serie, toch? En dan kreeg één vrouw kreeg zo'n baby. En dan was het zo'n zombie-baby. En toen ging ze naar het... op het einde ging ze dan vluchten ze naar zo'n eiland. En dan was de film afgelopen. Ja, er waren allemaal en in de aftiteling zag je dan gewoon zo dat ze eigenlijk op dat eiland aankwamen. Dat er allemaal zombies waren. En dan gingen ze allemaal dood. Ja, jij hebt die film niet gezien, Dawn of the Dead, volgens mij. Ik kan het begin wel goed herinneren, trouwens. Hé, dat was een dikke spoiler. Zo, hé. Zo, ja, en bedankt. Dus, spoiler alert, beetje laat, maar... Misschien moet van tevoren maar... Edit dat er maar even in. spoiler alert. Zo, maar goed, ja, doe dat maar. Laat ons weten hoe jullie Halloween vieren. Of jullie Halloween vieren. En wat jullie dan dus doen. Laat jullie ons weten of jullie dit leuk vonden en of jullie meer podcasts willen horen. Misschien ook met kerst kunnen we er nog eentje doen natuurlijk. Ja, dat vind ik veel leuker. Dan is het een lekker warme sfeer en dan gaan we Halloween verhalen vertellen. Zal ik bij jullie kerst komen vieren? Ja, leuk, gezellig. Ja, doen we een Christmas podcast. Dat gaan we nu alvast inplannen. Jongens, wanneer doen we dat? Ja, maar 25 december? Dan kom ik echt naar jullie toe, hè? Ja, dat is goed. Maar goed, dus... Even terzijde. Als jullie dat nou leuk vinden... Als jullie dit nou leuk vinden, laat het ons weten. Ja. En natuurlijk, zoals altijd, gewoon abonneren. Als je dat nog niet hebt gedaan. En als laatste nog... Een goeie... Een vrolijk... Halloween. Spooky Halloween. Ik hou niet van zombies, de klassieke zo. Oké, okay. Later.